Almachtige en hemelse Vader, we willen bidden met elkaar dat uw koninkrijk komen, dat uw wil geschieden en uw naam wordt geheiligd. Heer, en zo zien we uit deze morgen wat u tot ons te zeggen hebt. En dan bidden we, wilt u met uw Heilige Geest door de rijen gaan en Heer, voor elk van ons een woord hebben. Heer, u bent zelf degene die het brood breekt en u kent onze situatie het beste van ons allemaal. Heer, mag het dan zo zijn dat u op maat gesneden een woord voor ons heeft wat we in ons hart kunnen opbergen, zodat we dat het uitwerking krijgt in onze levens. Heer, ook voor de jonge kinderen die hier zijn, misschien is het ook moeilijk om te volgen, Heer, maar dat we ja, ook voor hen iets bij is. We willen ze ook zegenen in de naam van de Heer Jezus. Heer, en als dit leven soms ook zo lijkt op een woestijnreis, dat er moeite zijn, Heer, en als we achterom kijken dat we verdrietig kunnen worden, dan mogen we dat ook vanmorgen in uw handen leggen. Daar is het goed. Heer Jezus, we willen u aanbidden, we willen u loven en we willen vragen of u Lou wilt zegenen. Zal zijn lippen met uw Heilige Geest en ondersteun ook Chris met het vertalen van de boodschap. Heer, we danken u dat we in vrede, rust en vrijheid zo stil mogen staan bij de woorden van u. De woorden van het eeuwige leven. We vragen en bidden dat zo in Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. Say good morning. Goedemorgen. Well, we're continuing to take a look at these four qualities that are necessary for us to get along well with other people. Nou, we gaan nu eerst verder kijken naar die vier eigenschappen, die karaktereigenschappen die we nodig hebben om goed met elkaar om te kunnen gaan als mensen. Ephesians chapter 4 and verse 2. We waren bezig met Efeze hoofdstuk 4, vers 2. It says that in order for us to get along well with others, en daar staat dat als we op een goede manier met andere mensen om willen kunnen gaan, we're supposed to be humble. Dan moeten we nederig zijn. And gentle. Zachtmoedig. And patient. Geduldig. And tolerant. En verdraagzaam. And this morning we're going to finish up with the fourth quality. En vanochtend gaan we die boodschap afsluiten door naar die laatste eigenschap te kijken. Tolerance. Verdraagzaamheid. Now, what does it mean to be tolerant? Nou, wat betekent het om verdraagzaam te zijn? Well, first of all, allereerst, forbearance means betekent het verdragen van elkaar? That you have the ability to appreciate the fact that God has made each person different. Dat je in staat bent om nou, op prijs te stellen en te waarderen dat God ieder mens anders gemaakt heeft. God's given us each different abilities. God heeft ons allemaal verschillende ja, talenten gegeven. And skills. En vaardigheden. And tastes. En verschillende smaken. Gifts. Gaven. Ministries. Bedieningen. Skin colors. Huidskleuren. Languages. Talen. And it's important for us to be able to appreciate the fact that God made us different. En het is belangrijk dat we op prijs kunnen stellen dat God ons allemaal verschillend heeft gemaakt. Because if we don't appreciate that fact, we're going to have some conflicts. Want als we dat niet kunnen accepteren en waarderen, dan krijgen we conflicten. So here's this couple and they meet at church. Dus hier is een stelletje die elkaar ontmoet hebben in de kerk. And she lives in Amsterdam. En zij woont in Amsterdam. Her father is a lawyer. Haar vader is een advocaat. And he lives in the outskirts. Where's like the best farming rural place in in Holland? Oh, I really don't know. where's hij woont ergens op het platteland. Mag iemand Barneveld. Okay, so. He's a farmer from Barneville. Hij is een boer en hij komt uit Barneveld. And they both are Christians. En het zijn allebei christenen. And they get married. En ze gaan trouwen met elkaar. And they're different. En ze zijn heel verschillend van elkaar. In her home. Bij haar thuis. They did a lot of entertaining. Was een hoop vermaak. They were fairly wealthy. Ze waren redelijk rijk, welgestelde mensen. And so every couple of years they would give some of their furniture away and buy new furniture. Dus om de zoveel jaar dan gaven ze al hun meubilair gaven ze weg en dan kochten ze weer nieuwe meubels. In his home. Maar bij hem thuis. Every 5 or 10 years. Ging om de 5 of 10 jaar. They would reupholster the old furniture. Dan
They would repaint it. Reupholster. What does that mean? Put new cloth. Oh, dan zouden ze de meubels die ze hebben opnieuw bekleden, maar geen nieuwe meubels kopen. Is it a sin if you have the money? Is it a sin to give your furniture away and to buy new furniture? Als jij nou geld hebt, hè, even een vraag. Is het dan een zonde om af en toe je meubels weg te geven en zelf weer nieuwe meubels te kopen? Is it? Is dat een zonde? No, is it a sin to reupholster your old furniture? Is het een zonde om je bestaande meubels opnieuw te bekleden of een nieuw likje verf te geven? But they're going to have conflicts, right? Maar toch kunnen die twee mensen conflicten met elkaar gaan krijgen hierover. She's going to be thinking, we need new furniture. Zij gaat denken, oh, we hebben nieuwe meubels nodig. And he's not even going to be thinking about it for another 5 years. En hij denkt daar niet eens over na 5 tot 10 jaar. In her home, they did a lot of entertaining, as I said, and so they went to sleep maybe at 11 o'clock at night. Bij haar thuis, entertaining, yeah. Oké, bij haar thuis, in het gezin van herkomst, daar hadden ze een hoop vermaak en dan gingen ze vaak pas rond 11 uur 's avonds naar bed. Well, in his home, they had to get up with the cows. So, maar bij hem thuis moesten ze 's ochtends vroeg opstaan voor de koeien. So they went to sleep at 9 o'clock in the evening. Dus gingen ze altijd om 9 uur 's avonds op bed, naar bed toe. Is it a sin to go to sleep at 11 o'clock at night? Is het een zonde om pas om 11 uur naar bed te gaan? Sin to go to sleep at 9 o'clock? Is het een zonde om om 9 uur 's avonds naar bed te gaan? But they're going to have conflicts. Maar toch gaan ze conflicten krijgen. Right? In her home. Bij haar thuis. They have fancy... fancy paint on the wall and wallpaper. Hebben ze prachtige verf op de muren en mooi behang. In his home they just painted. Bij hem thuis hebben ze het gewoon geverfd. In her home they roll the toothpaste up from the bottom. Bij haar thuis dan rolden ze altijd de tandpasta tube op om er zoveel mogelijk uit te krijgen. In his home they squeezed it in the middle. En bij hem gingen ze juist een beetje knijpen in dat ding zonder hem op te rollen. In her home for entertainment they went to the ballet. Bij haar thuis gingen ze in haar gezin vroeger altijd naar het ballet. Or the symphony. Of naar het symfonieorkest. In his home they went to like the rodeo. Maar bij hem thuis gingen ze naar de rodeo, naar de paardenshows. They have different tastes. Er zijn verschillende smaken in die gezinnen. And they're going to have conflicts. En daar kunnen ze conflicten over krijgen. Not because they're sinning, but because they're different. Niet omdat ze zondigen, maar omdat het verschillende mensen zijn. Now, secondly, forbearance also is the ability to distinguish sin issues from fire issues. Sin issues from non-sin issues. Nou, verdraagzaamheid betekent ook dat je verschillen die echt met zonde te maken hebt, kunt onderscheiden van verschillen die helemaal niet met zonde te maken hebben. So we were married is the first year of our marriage. In ons eerste huwelijksjaar. And my wife is from the south. Mijn vrouw die komt uit het zuiden. And I'm from New York. En ik kom uit New York. And so we're sitting there at the table. Dus we zaten samen aan tafel. And I'm eating. En ik ben aan het eten. And I have my arm resting on top of the edge of the table. En mijn arm leunde op de rand van de tafel. And I'm eating with my right hand. En met mijn rechterhand ben ik aan het eten. So she looks across the table at me. Dus ze kijkt zo over de tafel naar mij. And she says, "Don't you have any manners?" En ze zegt, heb je geen manieren of zo? And I'm thinking to myself, yes, I have manners. En ik denk bij mezelf, nou, ik heb wel manieren. My mother taught me about, you know, Emily Post in manners. Yes, I have manners. Emily Post, she taught me etiquette books. Oké, nou ja, goed. Ik heb boeken gelezen, ook door mijn dochter, met goede manieren en beschrijvingen daarvan. Dus ik dacht, ik heb wel wat manieren. And she was really upset about this. En mijn vrouw, die raakte echt een beetje boos hierover. And I said, what? What's wrong? En ik zei, wat is er aan de hand? She said, Lou, in the south. Ze zei, Lou, in het zuiden. We don't rest our hands on the table. Daar gaan we niet met onze arm op de tafel leunen terwijl we eten. We put our left hand on our lap. Maar we leggen onze linkerarm, onze linkerhand, leggen we op onze schoot. You know, of course, most of the world doesn't do that, right? Ja, in het grootste deel van de wereld gebeurt dat helemaal niet. But she was really upset with me. Maar mijn vrouw die was echt een beetje boos op mij. So I looked at her. Dus ik keek haar aan. And I said, Kim. En ik zei, Kim. I love you. Ik hou van je. And I'm willing to change things in my life that are not right. Ik ben bereid om dingen in mijn leven aan te passen. And things that are sin.
dingen die zondig zijn. And I'm even willing to change some things in my life that upset you that are not sin. En ik ben zelfs bereid om een aantal dingen te veranderen in mijn leven die misschien niet zondig zijn, als dat jou helpt. But you shouldn't treat things that are not sin as though they were sin. Maar je moet dingen die geen zonde zijn, moet je niet behandelen alsof het zondige dingen zijn. Isaiah says, woe unto those who call evil good and good evil. In Jesaja staat een tekst, er staat, wee hen die het goede slecht noemen en het kwade goed noemen. Hebrews 5:14. En Hebreeën 5 vers 14. Said strong meat belongs to those who are mature. Daar staat, het vaste voedsel is voor degene die geestelijk volwassen zijn. Even to those who by reason of use have their senses exercised to discern the difference between good and evil. Degene die door het gebruik van hun zinnen geoefend zijn in het onderscheiden van wat goed is en wat kwaad is. And if you don't know the difference, en als jij het verschil daartussen niet weet, you're not going to be tolerant. Dan zul je ook niet verdraagzaam zijn. The word tolerant in the Greek, het woord verdraagzaamheid in het Grieks, means to put up with. Dat betekent dat je iets tolereert, dat je iets accepteert dat iets zo is. Now, forbearance is also a willingness to allow others the freedom to develop their own unique lifestyles within the confines of Scripture. Verdraagzaamheid betekent ook dat je iemand anders de ruimte geeft en de vrijheid geeft om zijn eigen unieke levensstijl te ontwikkelen binnen het raamwerk wat de schrift geeft. Okay, so as long as we are in the parameters of this book, we should be okay and we should forbear with each other. We should tolerate each other. Dus zolang we ons binnen het raamwerk van de Bijbel, van dit boek bevinden, dan moeten we elkaar ook verdragen en vrijheid geven en tolereren zonder te gaan oordelen. I mean, in our church we have all kinds of Christians. In onze kerk hebben we allerlei soorten christenen. We have contemporary Christians. We hebben meer met de tijd meegaande christenen. Maybe yuppie kind of Christians, if you know what that means. No, we don't know what that means. Just gewoon hippe christenen. Yeah. And we have more traditional Christians. En we hebben meer traditionele, conservatieve christenen. We have Christians who drive very formal cars. We hebben christenen die met hele, nou, zakelijke, formele auto's rijden. And we have Christians who drive sports cars. En we hebben ook christenen die met sportwagens rondgaan. We have Christians who buy their clothes at very expensive stores. We hebben christenen die hun kleding bij hele dure winkels kopen. And we have Christians who buy their clothes at Walmart. En we hebben ook christenen die gewoon naar de Lidl gaan om hun kleding te kopen. So we're different. Dus we zijn verschillend van elkaar. We have Christians who root for one team. We have Christians who root for one team. We hebben christenen die voor één bepaald voetbalteam zijn. And we have Christians that root for another team. En er zijn ook christenen die voor een ander voetbalteam zijn. Okay, so let's talk about soccer. Dus laten we het eens hebben over voetbal. How many root for Ajax? Wie van jullie zijn er voor Ajax? I understood. How many root for Rotterdam? En wie van jullie zijn er voor Rotterdam? Voor Feyenoord. Okay, so I hate to say this now, but is it a sin to root for Amsterdam? Ik vind het heel vervelend om dit zo te zeggen, maar is het een zonde om voor Ajax te zijn? I think it is. Maybe I should talk about legalism. Misschien moet ik het hebben over wetticisme hier. Is it a sin to root for Rotterdam? Is het een zonde om voor Feyenoord te zijn? But you're going to have conflicts with each other if we're not tolerant of each other. Kijk, we kunnen conflicten gaan krijgen met elkaar als we niet verdraagzaam zijn over dit soort dingen. So, forbearance in a close relationship is the ability to distinguish swing issues from fire issues. Dus verdraagzaamheid in een intieme, hechte relatie betekent ook dat je gewoon een beetje niet zo belangrijke dingen kunt onderscheiden van echte belangrijke dingen. Now, this may take some explaining. Nou, misschien moet ik daar wat uitleg ook over geven. What is a swing issue? Wat is zo'n swing issue of iets wat niet zo heel belangrijk is? Do you know what a toddler swing is? I don't know. It's a swing for a young child. Oh ja, schommel. Oké, de schommelzaken. Dus weten jullie wat een schommel is voor jonge kinderen? Ja. You have this little seat.
En je hebt zo'n soort van stoel. And then you have this harness that comes down and locks the child in place. En dan heb je een soort van raamwerk waarin dat kind dan kan blijven zitten. You have those in Holland? Hebben jullie dat ook in Holland? Okay. So when my daughter was a toddler, dus toen mijn dochter nog een jong meisje was, my in-laws bought her a toddler swing. Toen kochten mijn schoonouders voor haar een soort van schommelstoel. And she really liked swinging in the swing. En ze vindt het hartstikke leuk om te schommelen in de schommelstoel. So imagine we went to some friend's house. Dus stel je voor, we gingen soms naar een kennissenhuis toe. And as we drive into the driveway, en terwijl we daar de oprit opreden, little Sophia spots a swing set. Zag kleine Sophia, dat is zijn dochter, zag een schommelstoel. And she says, "Daddy, can I swing on the swings?" En ze zegt, "Papa, mag ik gaan schommelen op die schommel?" And I say, "Sure, we can swing on the swings, but let's go in and meet our friends and have some supper, and then afterwards I'll take you and you can swing on the swings." En ik zei, "Tuurlijk mag je op de schommel, maar laten we eerst naar binnen gaan. Laten we eerst eventjes onze vrienden ontmoeten." Met hun eten en dan ga ik daarna met jou naar de schommel. And so we go in and visit with our friends for a while. En we hebben dus eventjes die vrienden dan bezocht en gepraat. Have a meal. We hebben een maaltijd gehad. And then she says, "Daddy, can we go swing on the swings now?" En op een gegeven moment zegt ze, "Papa, kunnen we nou misschien toch naar die schommelstoel bewegen?" I say, "Sure." En ik zeg, "Tuurlijk." So we go outside. Dus we gaan naar buiten. And I discover it's not the right kind of swing. It's not a toddler swing. It's just a regular swing. En ik ontdek daar dat het niet een speciale schommel is voor kleine kinderen met extra beveiliging, maar dat het gewoon een normale schommel is. And I said, "Oh, honey, this is really not the right kind of swing." En ik zeg, "Schat, dit is niet echt de goede schommel voor jou. You might fall off." Je gaat er misschien van afvallen. Deze is voor grotere kinderen. "But if you'll wait, I'll take you home and we'll swing on your swing set when we leave." Maar als je eventjes wacht en geduld hebt, dan gaan we straks naar huis en dan laat ik jou daar schommelen op die speciale schommel die we thuis hebben. And she would have this way of tugging on my shoulders and going like this. She'd tug on my jacket. En ze begon aan mijn jasje te trekken. And she'd go like this. En ze maakte zo'n gebaar. And that means she wants me to pick her up. En ze wilde dat ik haar ging optillen. So I pick her up. Dus ik til haar op. And she starts making an appeal. En ze begint een beroep op mij te doen. "Daddy, can I please swing on the swing?" Papa, mag ik alsjeblieft op deze schommel? "You promised me." Je hebt het beloofd. "And besides." En daarbij. "If you stood next to me, I wouldn't fall." Als jij naast me zou blijven staan, dan val ik toch niet. "And if I did fall, you could catch me." En als ik toch zou vallen, dan zou je me ook nog kunnen vangen. And I think to myself. En ik dacht bij mezelf. This is really important to her. Dit is voor haar heel belangrijk. So I'm going to give her what she wants. Dus ik ga haar geven wat ze wil hebben. A swing issue is one in which I can easily go both ways. Dus een schommelzaak, zo noemt hij dat, een schommelzaak, dat zijn dingen waarbij ik allebei de kanten op kan bewegen. I may prefer to go in one direction. Misschien ga ik liever die kant op. The person with whom I'm in conflict may desire to go in another direction. En de persoon waar ik misschien dan een conflict daarover heb, die wil misschien die andere kant op. But because I'm forbearing, maar omdat ik verdraagzaam ben, I will defer to the other person's wishes. Dan ga ik me aanpassen ook aan de wensen van die andere persoon. Now, it's the next day. Nou, de volgende dag. And in the United States, we are allowed with permission to gather our leaves in the fall together and to burn them with fire. In de Verenigde Staten is het zo dat als je toestemming krijgt, dan mag je in de herfst mag je alle blaadjes verzamelen en verbranden. And so I'm standing there burning leaves. Dus ik sta daar en ik ben al mijn bladeren aan het verbranden. She comes up. En zij komt eraan, your daughter. Tugs on my jacket, dochter yes. Komt er weer aan, trekt weer aan mijn jasje. Goes like this. Ze gooit weer de handen omhoog. I pick her up. Ik pak haar maar weer op. Daddy. Papa. Can I please play in the fire? Mag ik alsjeblieft in het vuur spelen? No, you can't play in the fire. Nee, natuurlijk mag je niet in het vuur spelen. But daddy, it's so pretty. Maar papa, het is zo mooi. And it's got all these colors. En er zitten allemaal mooie kleuren in. And it's making those nice noises. En er komen van die mooie knettergeluiden vanaf. Can I please play in the fire? Mag ik alsjeblieft in het vuur spelen? Absolutely not. Absoluut niet. A fire issue. Een vuurzaak is one which would be very difficult for me to agree to. Dat is een zaak waarbij het heel moeilijk is voor mij om ergens in mee te gaan. Although it's not a sin, hoewel het geen zonde is, it would be difficult. Toch is het moeilijk. Perhaps it's a matter of taste. Misschien is het een kwestie van smaak. Or enjoyment. Of van genot.
But for whatever reason, maar wat voor reden er ook achter zit om zo'n verzoek te doen, I find the matter objectionable. Ik vind het een heel bezwaarlijke zaak om daarin mee te gaan. It's not that I would refuse to do it if I absolutely had to. Het is niet dat ik dat zou weigeren als ik er absoluut in mee zou moeten gaan. But I'd really rather not. Maar ik zou er het liefst gewoon niet in meegaan. And so a forbearing person has to distinguish a swing issue from a fire issue. Nou, tussen die twee verschillende zaken, dus een schommelzaak of een vuurzaak, moet een verdraagzaam iemand onderscheid kunnen maken. And the person for whom it's a swing issue ought to be willing to yield to the person for whom it's a fire issue. En als het voor de ene persoon een schommelzaak betreft, maar diezelfde zaak voor een ander een vuurzaak is, dan moet die schommelzaak perspectiefhoudend persoon zich aanpassen aan de persoon die het als een vuurzaak ziet. Now again, we're not talking about issues of sin. Nou, we hebben het hier dus niet over zaken over zonde, over dingen die met zonde te maken hebben. We're talking about things that bother us that other people do or don't do that are not really sin. We hebben het over zaken die ons misschien storen wanneer mensen ze doen of juist niet doen, die niet per se zondig zijn. And we have to put up with those things. Maar we moeten daar wel op de een of andere manier mee om kunnen gaan. So forbearance is the ability to put up with those idiosyncratic swing issues that one wishes were different and to sacrifice one's own desire for the benefit of the other. Dus verdraagzaamheid, dat is dat is de, dat betekent dat je eigenlijk in staat bent om om te kunnen gaan met die idiosyncratische schommelzaken waarvan je eigenlijk wil dat het anders is, maar dat je toch je eigen wensen bereid bent op te geven voor de ander. And the idea is we should be stumbling over each other trying to put the other person first. En het idee is dat we dat we moeten stoppen met steeds over elkaar te struikelen en ook in staat moeten zijn om de andere persoon op de eerste plaats te zetten. All right, so how about you? Okay, hoe zit het met jullie? Which of those four qualities do you need to work on? Welke van die vier karaktereigenschappen die we hebben gezien in Efeze 4, waar moet jij aan werken? What sin do you struggle with? Met welke zonde worstel jij? Pride? Is het trots? Or anger? Is het boosheid? Or impatience? Is het ongeduld? Or intolerance? Of is het intolerantie dat je niet verdraagzaam bent? Right now, while we are changing the slides for the next presentation. En terwijl nu de presentatie wordt omgewisseld voor het volgende onderwerp wat we gaan behandelen. Are there any questions about what we've talked about so far? Heeft iemand misschien een vraag omtrent hetgeen wat we tot nu toe hebben besproken uit Efeze 4? If you ask a question, als je een vraag wilt stellen, we will all assume it has nothing to do with you or your family. Dan zullen we er altijd van uitgaan dat die vraag niks te maken heeft met jou als persoon of met jouw familie. We will assume you're asking a question for somebody that you know. En we gaan ervan uit dat je die vraag stelt namens iemand anders die je kent, die je misschien raad aan het geven bent. Oh, Job. Yeah, so you said that pride is the most powerful sin and the most difficult sin also to overcome. Right. So his question is, I'm not sure if it's clear enough to everyone, how do you overcome that sin? Ah, okay. Okay. Like I said last night, does everybody understand the question? Okay, dus de vraag is, hij heeft beschreven dat trots eigenlijk een van de belangrijkste zonden is, maar ook een van de moeilijkste om te overwinnen. En de vraag is nu van hoe kun je nou die trots overwinnen dan? So we said last night that in order to change as Christians, we don't just remove the sin from our life. Nou, we hebben gisteravond al gezegd dat als je als christen wilt veranderen, dat het niet alleen voldoende is om te breken met die zonde in je leven. We replace the sin with the biblical antidote. Maar je moet de zonde moet je vervangen door het bijbelse tegengif, door de bijbelse tegenovergestelde eigenschap. So here we have a glass of water. Dus hier hebben we een glaasje water. Now if I wanted to empty this glass,
So that it would be very difficult for someone to come back and fill it up again. Stel nou dat ik dit glas op zo'n manier zou willen leegmaken dat het eigenlijk onmogelijk is dat iemand anders komt en het weer vult met iets anders. What should I do? Wat zou ik dan moeten doen? You say, well, you empty the glass. Nou, je zegt misschien ja, je giet gewoon het glas leeg. Well, if you empty the glass, then someone can come along and fill it up again. Maar als jij het glas gewoon leeggiet, dan zou het kunnen dat iemand anders komt en er wat anders ingiet. Sort of like Jesus said about the demons. En dat is net zoiets als wat Jezus zei over die boze geest. When demon leaves, als een boze geest uitgedreven is en weggaat uit zijn huis. The house is swept up, but it's empty. It's not replaced. Het huis wordt schoongeveegd, maar het blijft leeg staan. Er komt niks anders voor in de plaats. And 7 demons come in place instead of it. En dan komen er vervolgens 7 boze geesten nog erger dan die eerste en die gaan die eerste vervangen. So what if I took tiny little pieces of sand? Stel je nou voor dat ik een aantal zandkorrels neem of wat zand? Or maybe a very dense kind of a glue. Of misschien een bepaalde soort lijm met een hele hoge dichtheid. Like an epoxy? No, that is okay. Een epoxy? Epoxy. Okay. Do you know what that is? No, I have no clue. Okay. I'm a doctor, I don't know. Okay. Maar het gaat om een stof die een hogere dichtheid heeft dan water, hè? Okay, so we start filling we start pouring in the epoxy or the sand. En je giet dat zand of die epoxy, dat giet je in dat glas. And it's denser, it's heavier than the water, so it starts filling the cup from the bottom. En omdat die stof een hoge dichtheid heeft, begint die dat glas te vullen vanaf de bodem naar boven. What's going to happen to the water? Wat gebeurt er met dat water, denk je? It's going to rise to the top. Dat stijgt naar boven toe. It's going to be displaced. En dat wordt vervangen. Dat gaat ook eruit lopen. Right, then after a while the glue, the epoxy, ja, will harden and then you couldn't fill it back up again. En op een gegeven moment gaat die lijm, die epoxy, die gaat hard worden en dan kun je er niks meer voor in de plaats teruggieten. And so basically the answer to your question is you have to clothe yourself with humility. Dus het antwoord op de vraag is eigenlijk je moet jezelf bekleden met nederigheid. You have to change the way you think. Je moet de manier waarop je denkt moet je veranderen. You have to not think of yourself more highly than you are to think. Je moet niet langer hoger van jezelf denken dan je betaamt. You need to internalize those passages of scripture that speak about humility. En je moet de schriftgedeeltes die over nederigheid gaan, moet je internaliseren. Moet je als het ware gaan onthouden en in je hart stoppen. You have to learn how to be a learner and a servant. Je moet leren hoe je kunt leren en hoe je een dienstknecht kunt zijn. Have to learn how to put other people first. Je moet leren hoe je andere mensen belangrijker acht dan jezelf. You need to realize that any goodness that you have comes from God. En je moet gaan leren dat iedere goedheid die jij bezit, dat die van God afkomstig is. And when people commend you and praise you. En als mensen jou aanbevelen en jou complimenten gaan geven, you deflect the compliments back to God. Dan ga je als het ware die complimenten die je krijgt direct doorspelen naar God toe. It's by God's grace that I'm able to do this or that. Want het is door Gods genade dat je in staat bent om dit of dat te bereiken en te doen. Oké. Okay. All right, is there another question? Is er nog een andere vraag? Okay, so how do you deflect in a practical way the compliments that you receive from people to God? Well, okay. Hoe kun je op een praktische manier dus complimenten die je krijgt ook gelijk doorsturen naar God toe? You know, the first time I might say thank you. If someone makes a compliment. Stel dat iemand voor het eerst dankjewel tegen me zegt of een compliment geeft. But if they continue to profusely compliment me. Maar stel nou dat er iemand is die continu mij complimenten blijft geven. Oh, you're such a good counselor. Oh, je bent zo'n goede counselor. Or whatever. Of iets anders van die aard. Just say, well, praise the Lord. Dan zeg je gewoon, nou, prijs de Heer. It's not me, it's the Bible. Het is niet uit mezelf, maar het is de Bijbel die raad geeft. The reason my counseling is so effective is not because I'm a good counselor, it's because I use the word of God rather than psychology. En de reden dat mijn raad, mijn counsel die ik als counselor geef, zo effectief is niet omdat het mijn raad is, maar omdat het Gods raad is uit de Bijbel. But it's as simple as just saying praise God or thank the Lord or just something real short to let the other person know that you're not taking credit for it, but that God is. Maar je kunt gewoon heel praktisch kun je gewoon reageren als iemand een compliment geeft en zeggen prijs de Heer of dank de Heer om de andere persoon te laten weten dat je de eer ook aan God geeft.
You know, it's not humility to believe that you're not good at something. Het is niet per se nederig, of het is eigenlijk helemaal niet nederig om te geloven dat jij ergens niet goed in bent. If you don't appreciate the fact that God has indeed gifted you, you're not going to be a good steward of that gift. Stel dat God jou echt bepaalde gaven heeft gegeven, dan moet je dat ook erkennen van jezelf dat je die gaven hebt. Want anders dan ben je geen goede rentmeester van wat God je gegeven heeft. So if me say, oh, I'm not really a good counselor. Dus als ik ga zeggen, ik ben niet zo'n goede raadgever, ik ben niet zo goed, joh. And it's not really true. En dat klopt niet. Ik ben misschien wel een goede raadgever. Especially when you compare it to the secular competition. Vooral als je het gaat vergelijken met de niet-christelijke concurrenten die ik heb. But the issue is realizing that God is the one who made me good. Maar het gaat erom dat ik erken dat God degene is die mij dat gegeven heeft. Die mij goed gemaakt heeft in dat raadgeven. Think not more highly of yourself than you ought to think. Je moet niet hoger van jezelf denken dan betaamt. But to think soberly. Maar je moet op een sobere wijze jezelf beschouwen. According as God has given every man the portion of faith or the gift or whatever it happens to be. Naar de mate van het geloof die God aan ieder mens gegeven heeft. Okay, wat is de rol van de Heilige Geest in die vier aspecten die we behandelen? So what is the role of the Holy Spirit in those four qualities that we have discussed? It's impossible apart from the Holy Spirit. Okay, dus de rol is, het is onmogelijk om iets te bereiken daarin zonder de Heilige Geest. But the Holy Spirit works through the Word of God. Maar de Heilige Geest werkt door het Woord van God heen. So if you try to put off the old man, dus als jij probeert de oude mens af te leggen, and be renewed in the spirit of your mind, en vernieuwd te worden in je denken, and put on the new man, en je probeert de nieuwe mens aan te trekken, apart from praying and asking God to help you, zonder dat je daarbij bidt en ook om de hulp van God vraagt, and apart from studying the Word of God in relation to those things, en zonder dat je het Woord van God met betrekking tot die eigenschappen bestudeert, you're probably not going to succeed. Dan ga je er waarschijnlijk niet in slagen. You want the Holy Spirit to help you. Maar je moet willen dat de Heilige Geest je helpt. You know, I'm a Christian counselor. Weet je, ik ben een christelijke counselor. So when most people come to me, they understand something. Dus wanneer de meeste mensen naar mij toe komen, dan weten ze vooraf al iets. They understand there's two different ways to change. Van tevoren weten ze al dat er twee verschillende manieren zijn om te veranderen. Outwardly. De buitenkant. Or inwardly. Of aan de binnenkant. They can reform some of their ways. Ze kunnen wel een aantal van hun manieren veranderen aan de buitenkant. They can conform to some rules. Ze kunnen zich wel aan de buitenkant conformeren aan bepaalde regels. But they know that that's not good enough. Maar ze weten dat dat niet genoeg is. They know they must be transformed on the inside by the renewing of their minds. Ze weten dat ze van binnenuit getransformeerd moeten worden, veranderd moeten worden door de vernieuwing van hun denken. Okay, well, we better start the next section here, but I can't get my zijn afstandsbediening werkt nog niet. In the other room, so they're asking mothers to enforce. Okay. Okay. Okay, I guess we have time for another question, if there is one. Okay, misschien hebben we nog tijd voor één extra vraag, als er nog een vraag is. Have you ever had a rather obscure conversation with someone? Heb je wel eens gewoon een zijlings praatje met iemand gemaakt? Only to walk away realizing that the conversation was profound. En als je dan uit dat gesprekje wegloopt, dan besef je opeens dat het eigenlijk een heel diepzinnig gesprek is geweest. I want to tell you about a conversation I had years ago with the music
director of our church. Ik wil jullie iets vertellen over zo'n praatje wat ik een aantal jaar geleden heb gehad met de muziekleider van onze kerk. He was trying to persuade me that we needed a new public address system in the church. Hij wilde mij ervan overtuigen dat we in onze kerk een nieuw geluidssysteem nodig hadden, een nieuwe apparatuur. And in the process of making his appeal to me, en terwijl hij daar een soort van appel voor deed op mij, he said something very profound. Zei hij iets heel diepzinnigs. And as soon as he said it, I knew he was right. En zodra ik dat had gezegd, toen besefte ik dat hij gelijk had. And I went home. En ik ging naar huis. And I opened my Bible. En ik deed mijn Bijbel open. And I studied. En ik begon het te bestuderen. And the more I studied the Bible, the more I realized how right my friend was. En hoe meer ik in de Bijbel aan het lezen was, hoe meer ik begon te beseffen dat die vriend uit de kerk gelijk had. What did he say to me? Weten jullie wat hij zei tegen me? All he said was this. Het enige wat hij zei is dit. If we Christians are in any business at all, hij zei, Lou, als wij christenen ons met één ding bezighouden, we're in the communication business. Dan is dat wel met communicatie. I thought about that. En ik dacht erover na. It's true. En ik dacht, dat is waar. Think about the Great Commission. Denk aan de grote opdracht die we hebben gekregen. Go into all the world. Ga heen in heel de wereld. And preach the gospel. En predik het evangelie. Preach is a communication word. Prediken, dat heeft te maken met communicatie. Teaching them to observe all things that I command you. Terwijl jullie hen alle dingen onderwijzen die ik jullie heb geleerd te onderhouden. Teach is a communication word. Ook onderwijzen, dat is een communicatiewoord. And think about how we grow. En denk eens na over hoe wij groeien. Speaking the truth in love, we may grow up into him. Terwijl wij de waarheid in liefde tot elkaar spreken, groeien we op in hem, in Christus. Think about all of the verses in Proverbs that speak about communication. Denk eens na over al die versen in het boek Spreuken die gaan over communicatie. There's one who speaks rashly like the thrusting of a sword. Er is er één die snel spreekt en spreekt alsof het degensteken zijn. But the tongue of the wise is healing. Maar de tong van de wijze man die brengt genezing voort. And then my favorite one is Proverbs 18:22. En mijn favoriete tekst is Spreuken 18 vers 21. Death and life are in the power of the tongue. Dood en leven zijn in de macht van de tong. And those who love it. En degene die haar lief hebben, those who love the power of the tongue, dus degene die de macht van de tong lief hebben, will eat of the fruit of the power of the tongue. Die zullen ook van de vrucht daarvan eten. So I started going through the New Testament. Dus ik begin door het hele Nieuwe Testament te gaan lezen. And trying to identify the specific commands in the Bible that have to do with communication. En ik ging op zoek naar de specifieke geboden in het Nieuwe Testament die te maken hadden met communiceren, met communicatie. Commands like Colossians 4:6. Geboden zoals in Colossenzen 4 vers 6. Let your communication be always with grace. Laat je spreken altijd vol van genade zijn. Season with salt. Als met zout gezouten en smakelijk gemaakt. So that you may know how you ought to answer every man. Zodat je weet hoe je ieder mens moet antwoorden. And then there's Ephesians 4:29, the very same chapter we're in last night. En dan is er ook Efeze 4 vers 29 in hetzelfde hoofdstuk als waar we het gisteravond over gehad hebben. Let no corrupt communication, no rotten words come out of your mouth. Laat er geen onreine taal uit jullie mond komen. But that which is good. Maar alleen dat wat goed is. To the use of edifying. En dat wat nuttig is tot opbouw. That it may minister grace to the hearers. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. So far I have found 98 commands in the New Testament alone about communication. En tot nu toe heb ik al 98 geboden gevonden in het Nieuwe Testament die op de een of andere manier te maken hebben met communiceren. And I still have a few more books of the Bible of the New Testament to look through. En ik heb nog een aantal boeken in het Nieuwe Testament die ik nog moet doornemen. Now that doesn't include all of the examples of good and bad communication in the New Testament. Nou, dan heb ik het nog niet eens over alle voorbeelden van goede en slechte communicatie uit het Oude Testament. Doesn't include the commands of the Old Testament. Of uit het Nieuwe Testament en ook niet de geboden die je kunt vinden in het Oude Testament. Doesn't include the examples good and bad in the Old Testament. De voorbeelden die er zijn van goede of slechte communicatie in het Oude Testament zijn er ook niet bij inbegrepen. And it doesn't include the Proverbs, those principles in the Proverbs. En dan heb ik het ook nog niet eens over al die principes en geboden die in het boek Spreuken te vinden zijn. So there are hundreds of verses in the Bible that talk about communication. Dus er zijn echt honderden versen in de Bijbel die te maken hebben met communicatie. And so we ought to be as Christians because there's so much material in the Bible. Dus omdat er in de Bijbel zoveel staat over communiceren, zouden wij als christenen, we ought to be the best communicators in the world. Zouden wij als christenen de beste communiceerders ter wereld moeten zijn.
Think about what I do for a living. Denk eens na over wat ik doe om mijn brood te verdienen. People come into my office. Mensen komen bij mij het kantoor binnen. Something happens. Of de spreekkamer en dan gebeurt er iets daar binnen. People's lives are changed. En de levens van mensen zijn veranderd. Often they are radically changed. En vaak zijn die levens op hele radicale manieren veranderd. What do I do? Wat doe ik precies? I listen. Ik luister. And I talk. En ik praat. I communicate. Ik communiceer. Now of course I'm not communicating my words. En natuurlijk communiceer ik niet mijn woorden. I'm communicating God's words. Maar ik geef de woorden van God door. I read it to them. Ik lees tot hun vanuit de Bijbel. I explain it to them. Ik leg ze uit. I use it to convict them. Ik gebruik die woorden ook om hun te confronteren. To teach them. Om hun te onderwijzen. To correct them. Om hun te corrigeren. To train them in righteousness. Om ze op te voeden in de gerechtigheid. I apply the scriptures, show them how to apply the scriptures to their life. En ik leer hun ook hoe ze die schriftgedeeltes kunnen toepassen in hun leven. And somehow the Holy Spirit takes what I'm saying. En op de een of andere manier neemt de Heilige Geest dat wat ik zeg tegen hen. Takes his word. Hij neemt zijn woord. Mixes it with faith in the heart of the people I'm counseling. En in de harten van de mensen die ik raad geef, vermengt hij die woorden met geloof. And people are changed. En mensen veranderen. Because words are powerful. Omdat woorden krachtig zijn. God's words are powerful. En Gods woord is krachtig. Now, let's talk for a moment about the marriage relationship. Nou, laten we het even hebben over de huwelijksrelatie. The marriage relationship is special. De huwelijksrelatie is heel bijzonder. There's no other human relationship like it. Er is geen enkele andere menselijke relatie zoals de huwelijksrelatie. You may love your children, you may be close to your children. Misschien hou je heel erg van je kinderen, misschien ben je heel erg close met je kinderen. You may love your parents or have loved your parents. Misschien hou je heel erg van je ouders of je hebt heel veel van je ouders gehouden. May have been very close to them. En misschien was je heel hecht met hun. But you're not one flesh with your parents and you're not one flesh with your children. Maar je bent niet één vlees met je ouders en je bent ook niet één vlees met je kinderen. You're one flesh with your spouse. Je bent één vlees met je huwelijkspartner. The word one in the Hebrew. En het woord één in het Hebreeuws. Echad. Repeat. It's echad. Echad. See, you can say that with your, you know. Echad. Yeah, good. It's a compound unity. Dat betekent een samengestelde eenheid. It's used to speak of the Trinity. En dat wordt ook gebruikt wanneer over de drie-eenheid gesproken wordt. It's used in the Hebrew Shema in Deuteronomy chapter 6. En in Deuteronomie hoofdstuk 4 wordt dat woord ook in de Shema wordt dat gebruikt. Hear, O Israel, the Lord our God is Echad, He is one. Hoor, O Israël, de Heer onze God is Echad, is één God, is één. And so if two people are to communicate at all, dus als twee mensen met elkaar moeten kunnen communiceren, the person they should communicate the most with is their spouse. Dan is het nog het allerbelangrijkste dat mensen met hun eigen huwelijkspartner kunnen communiceren. Now I want you to think for a moment about this book. Denk eventjes een moment na over dit boek. We call this God's special revelation. Wij noemen dit Gods bijzondere openbaring. Because God revealed to us certain things in this book about himself. Omdat God in dit boek bepaalde dingen over zichzelf heeft geopenbaard aan ons. We can have a relationship with him. Daarom kunnen wij een relatie met hem hebben. He revealed himself. He pulled back the curtain and let us see what's going on. Hij heeft zichzelf geopenbaard. Hij heeft als het ware het gordijn opengetrokken en laten zien hoe hij is. If he hadn't have done that, als hij dat niet had gedaan, we would know a little bit about him through general revelation. Dan zouden we toch nog wel iets van God geweten hebben door algemene openbaring. Where he pulls the curtain back a little bit. Waarbij God het gordijn een heel klein beetje op een kiertje zet. But general revelation doesn't tell us much. Maar algemene openbaring leert ons eigenlijk niet zo heel veel over wie God is. Tells us some things about his character, about his nature. Het vertelt ons wat kleine dingen over zijn karakter, over zijn aard. His eternal power and godhood. Zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. And it tells us that we're in a lot of trouble with him. En het vertelt ons ook wel dat we een hoop problemen met God hebben. But it doesn't tell us how to be saved. Maar algemene openbaring vertelt ons niet hoe we gered moeten worden, bijvoorbeeld. It doesn't tell us how to have a close relationship with him. En het vertelt ons ook niet hoe we een intieme relatie met God kunnen hebben. It doesn't tell us how to please him. Het vertelt ons niet hoe we hem kunnen behagen. For that he had to reveal more than he did in general revelation. Om dat wel te bereiken was het nodig dat hij meer over zichzelf openbaarde dan alleen wat door algemene openbaring bekend is gemaakt. And so here's the point. En hier gaat het dus om. Revelation, openbaring, is a prerequisite to having a relationship. Openbaring is een voorwaarde om een relatie te kunnen hebben.
To the degree that two people, especially a husband and wife, pull the curtain back and disclose who they are to each other. Dus naar de mate waarin bijvoorbeeld een echtpaar, de leden van een echtpaar, de partners, in staat zijn om het gordijn open te doen en zichzelf te openbaren aan elkaar. They can be one flesh with each other. Naar de mate dat ze dat doen, kunnen ze ook daadwerkelijk één vlees zijn samen. They can be intimate with each other. En kunnen ze intimiteit met elkaar beleven. To the degree that they don't pull the curtain back and disclose who they are to each other. Maar andersom, naar de mate waarin ze juist dat gordijn dicht houden voor elkaar. Their ability to be intimate is going to be hindered. Zal het ook moeilijker en moeilijker worden om intimiteit met elkaar te beleven. So we have to get back to like Adam and Eve were in the garden. Dus we moeten teruggaan naar hoe Adam en Eva met elkaar in de tuin in de Hof van Eden waren. Before the fall, they were naked and unashamed. Voor de zondeval waren ze naakt voor elkaar en ze schaamden zich niet voor elkaar. And that's how we have to be with our spouses. En zo moeten wij ook met onze partners in relatie staan. But there are things that keep us from pulling the curtain back. Maar er zijn bepaalde dingen die ervoor zorgen dat wij niet het gordijn willen openen voor elkaar. From revealing ourselves fully to our spouse. Dat we onszelf niet helemaal laten kennen door onze huwelijkspartner. And so I want to talk about a few of those things. Dus ik wil het gaan hebben over enkele van die blokkades. First of all, there is fear. Allereerst is daar angst. In Genesis chapter 3, verses 7 through 10. In Genesis hoofdstuk 3, vers 7 tot 10. We find out about this fear. Daar leren we iets over die angst. Then the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. Toen werden de ogen van beiden geopend. Dus het gaat Genesis hoofdstuk 3 vers 7. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. And they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. En zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Toen verborgen Adam en Eva, of Adam en zijn vrouw, zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. Then the Lord God called to the man. En de Heere God riep Adam. And said to him. En zei tegen hem. Where are you? Waar bent u? And he said. En hij zei. I heard the sound of thee in the garden. Ik hoorde uw stem in de hof. And I was afraid. En ik werd bevreesd. Because I was naked. Want ik ben naakt. So I hid myself. Daarom verborg ik mij. Adam and Eve were stricken with fear and hid themselves from God when they realized their own nakedness. Adam en Eva werden door angst vervuld en geslagen toen ze God hoorden en ze zich beseften dat ze naakt waren. And husbands and wives often are stricken with fear and consequently hide themselves from each other when they realize their own sinfulness. En ook een man en zijn vrouw die zijn vaak vol van angst. En gaan zich voor elkaar verstoppen wanneer ze hun eigen zondigheid beseffen. But Christian couples who are one flesh with each other. Maar christelijke stellen, christelijke huwelijkspartners die één vlees zijn met elkaar. And who should be committed to the sanctification of each other. En die dus ook toegewijd zouden moeten zijn aan elkanders heiligingsproces. Ought not to fear such rejection. Die moeten zulke afwijzing niet vrezen, ze moeten daar niet bang voor zijn. They should have realized long ago. Ze hadden zich al heel lang geleden moeten realiseren. That in the marriage of two sinners. Dat het huwelijk van twee zondaren. They're gonna sin. Dat het uiteindelijk ook ertoe leidt dat er zonde zal zijn. And rather than being surprised by that. En in plaats van dat je daardoor laat verrassen. They should assume it's inevitable. Hadden ze gewoon moeten aannemen dat het onvermijdbaar is. And rather than concealing their sin from each other. En in plaats van dat je dan je zonde voor elkaar gaat verbergen. They ought to feel free to reveal to each other their struggles with sin. Zou je je vrij moeten voelen om jouw eigen worstelingen met zonde aan je huwelijkspartner te openbaren. In the help of finding assistance to overcome those sins. In een poging om hulp ook erbij te betrekken om die zondes vervolgens te kunnen overwinnen. The husband is the one who's supposed to wash or sanctify his wife with the word. Het is de man zijn taak om zijn vrouw te wassen en te heiligen door het waterbad van het woord. He needs to shepherd her. Hij moet haar herder zijn. And the wife is her husband's helper. En de vrouw is een helper voor de man. And ladies. En dames. If there's anything God wants you to help your husband with, it's to help him be a more godly man and to help him deal with his sin. Als er iets is, zusters, waar u uw mannen bij moet helpen, dan is het wel om hem te maken tot een betere man en om zijn zonde te overwinnen. Now, let me say another word about this one flesh idea. Nou, laten we nog iets zeggen over dat idee van één vlees zijn. When you get married, als jij gaat trouwen, in the law books of heaven,
Dan is het zo in de wetboeken van de hemel. You're one flesh. Dat jullie één vlees zijn. Legally, lawfully, on paper, you're one flesh. Juridisch gezien, zeg maar, vanuit de wet, op papier zijn jullie één vlees. But that's not the same thing as being practically one flesh. Maar dat is niet hetzelfde als in praktische zin één vlees zijn. You have to work at being one flesh. Je moet ook werken om daadwerkelijk één vlees te worden. To get your two lives that are kind of different to function as one. Om ervoor te zorgen dat die twee levens die op heel andere manieren functioneren, dat die daadwerkelijk één worden en gaan functioneren als één. What does it mean to be one flesh? Wat betekent het om één vlees te zijn? Flesh has a lot of different meanings in the Bible. Vlees, het woord vlees heeft in de Bijbel heel veel verschillende betekenissen. What does it mean in Genesis 2:24? They shall become one flesh. Maar wat betekent het specifiek in Genesis 2 vers 24 waar staat zij zullen tot één vlees zijn? Well, it's the same idea as the way the word is used in the Genesis account of the flood in Genesis chapter 6. Nou, dat is ongeveer hetzelfde. Nou, dat is hetzelfde idee als de manier waarop dat woord gebruikt wordt in de zondevloed die beschreven staat in Genesis hoofdstuk 6. God says to Noah. Daar zegt God tot Noach. I will destroy all flesh. Ik ga alle vlees vernietigen. So what, did he just destroy the flesh and the skin and the muscle and leave the bones? En wat betekent dat dan? Dat God al het vlees, alle spieren en alle huid, dat hij die kapot maakt, maar dat hij de beneren gewoon heeft laten voortbestaan? No, he destroyed all persons. Nee, het gaat erom dat hij alle mensen, alle personen heeft vernietigd. And that's the idea of being one flesh. En dat is ook het idee wanneer je één vlees bent als huwelijkspartners. When you get married, you function as one person. Als je trouwt, dan functioneer je als één persoon. Okay, sort of like the Trinity. Het is net zoals de drie-eenheid. Three persons functioning as one. Waar drie personen functioneren als één persoon. This idea of being legally one flesh and practically one flesh. Dat idee van juridisch gezien of theoretisch gezien één vlees zijn versus praktisch één zijn, vlees zijn. It's sort of like the idea of sanctification. Dat is net zo een beetje als het idee van heiliging. When you become a Christian, als jij christen wordt, you're justified. Dan ben je gerechtvaardigd. Positionally, you're sanctified. En positioneel gesproken, dan ben je ook geheiligd. Je bent heilig verklaard. We sometimes call this positional sanctification. En dat noemen we soms ook positionele heiliging. But then there's something called progressive sanctification. Maar er is ook zoiets als voortschrijdende heiliging. Where as we look into the mirror of God's word, wat betekent dat naarmate wij steeds meer kijken in de spiegel van Gods woord, we become day by day transformed into the image of Christ. Dat we dag aan dag ook steeds meer getransformeerd worden en veranderen naar gelijkvormigheid aan Christus. From glory to glory. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. From one level of spiritual maturity. En van één niveau van geestelijke volwassenheid. To another level of spiritual maturity. Naar een wat hoger niveau van geestelijke to volwassenheid. To another level of spiritual maturity. Naar weer een hoger niveau van geestelijke so we volwassenheid. Have to work at this. Dus je moet daar aan werken. And you have to work at being one flesh with your spouse. Je moet er aan werken om één vlees te zijn met jouw huwelijkspartner. And it's not going to happen if you're not willing to pull the curtain back. En dat gebeurt niet totdat jij ook bereid bent om het gordijn open te doen en jezelf te openbaren aan haar. Another thing that keeps us from revealing ourselves to our spouse is selfishness. Iets anders wat ervoor zorgt dat we geblokkeerd raken om onszelf aan onze huwelijkspartner te openbaren, dat is zelfzuchtigheid of egoïsme. There's a real corollary in the Bible between sinful fear and selfishness. En er is een correlation. Er is echt een Bijbelse correlatie, zeg maar, twee dingen die veel voorkomen met elkaar in de Bijbel, tussen zondige angst en zelfzucht. People who are selfish, mensen die egoïstisch zijn, zelfzuchtig zijn, tend to be fearful. Die zijn vaak ook angstig. But, maar, people who are fearful, mensen die angstig zijn, sinfully fearful, op een zondige manier angstig zijn, are necessarily selfish. Zijn noodzakelijkerwijs ook zelfzuchtig. Now I know that's strong, but see if you can stay with me. Nou, ik weet dat dat een hele sterke uitdrukking is, of dat ik dat heel sterk neerzet zo. Maar laten we kijken of dat je het ook met me eens bent. Bible says that the antidote to fear is love, right? There is no fear in love, but perfect love casts out fear. De Bijbel zegt, in 1 Johannes 4 vers 18 er staat, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. So, it's sort of like this cup. You have fear in the cup. Dus het is net als dit glaasje. Als je angst in dat glaasje hebt zitten.
And you just try to stop being afraid. En jij probeert alleen maar met het niet meer angstig zijn. It's going to take a long time. Dan gaat het heel lang duren. If it ever happens. Als het ooit gaat gebeuren. You've got to make it your goal to fill the cup with love. Maar jouw doel moet zijn om dat glaasje juist te vullen met liefde. You put love in the cup. Als jij liefde in dat glaasje stopt. Love for God. Liefde voor God. Love for your neighbor. Liefde voor je naaste. And as you focus on filling that cup with love, the selfishness will be displaced. En terwijl jij je concentreert om dat glaasje te vullen met liefde, dan zul je zien dat angst en zelfzucht eruit wordt gedreven. Okay, so you have this relationship in the Bible between fear and love. They're antidotes. Okay, dus je hebt deze tegenstelling in de Bijbel tussen angst en liefde. Het zijn tegenovergestelden. Now, can you think of something else, another sin in the Bible for which love is the antidote? Kunnen jullie nog een andere zonde bedenken in de Bijbel waarvan liefde het tegenovergestelde is? Hatred. Haat. You know, to the extent that love is a noun, hatred is the opposite of it. Oké, naar de mate waarin liefde gezien wordt als een zelfstandig naamwoord, is haat inderdaad het tegenovergestelde daarvan. To the extent that love is an emotion, hatred is the opposite of it. En naar de mate dat liefde wordt gezien als een emotie, is inderdaad haat de tegenovergestelde emotie. But in the Bible, love is more than just feeling. It's much more than just feeling. Maar in de Bijbel is liefde veel meer dan een gevoel. Het is niet alleen maar een gevoel. Love is a verb. Liefde is een werkwoord. Love is something you do. Liefde is iets wat je moet doen. More than it is something you feel. Meer dan dat het iets is wat je voelt. In 1 Corinthians 13, when Paul describes love. In 1 Corinthe 13, waar Paulus de liefde beschrijft. He uses verbal participles. Daar gebruikt hij werkwoordsvormen. Love is patient. Liefde is geduldig. Is patient is verbal. It's a verb. Is geduldig, dat is een werkwoord. Love is kind. Liefde is vriendelijk. It's something you do. Het is iets wat je doet. It's a verb. Het is een werkwoord. All 15 of those characteristics in 1 Corinthians 13 are verbal, because love is something you do more than it is something you feel. Al die 15 eigenschappen van de liefde die in 1 Corinthe 13 beschreven staan, die staan daar in werkwoordvorm, omdat liefde iets is wat je doet. So to the extent that love is a feeling, the antithesis of love is hatred. Dus naar de mate waarin je liefde gaat zien als een gevoel, is inderdaad het tegenovergestelde gevoel haat. But to the extent that love is a verb, the opposite of love is selfishness. Maar naar de mate waarin liefde gezien wordt als een werkwoord, is het tegenovergestelde zelfzuchtigheid. If you had to come up with a one-word definition, synonym, if not definition of love, what would it be? Stel dat jij de liefde met één woord zou moeten definiëren, anders dan het woord liefde zelf. Welk woord zou dat dan zijn? Let me help you. Laat me je helpen. For God so loved the world that he... Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij... The life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Het leven dat ik nu nog leef in het vlees, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Who loved me. Die mij heeft lief gehad. And who gave himself up. Die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Husbands, love your wives as Christ also loved the church. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. And gave himself. Zichzelf voor haar heeft overgegeven. So love essentially is giving. It's giving without expecting anything in return. Dus in essentie is liefde geven. Geven zonder dat je daarvoor iets terug verwacht. Selfishness is taking. En zelfzuchtigheid, dat is nemen. And so watch what happens when we factor out the love from both sides of the equation. Dus let goed op als wij de liefde eventjes wegschrijven uit die twee vergelijkingen. You have this relationship between selfishness and fear. Dan krijg je dus onderaan de streep een relatie tussen angst en zelfzucht. Look at it this way. Laten we er op deze manier naar kijken. Love is being more concerned with what I can give than with what I can get. Liefde betekent dat ik me meer bezighoud met wat ik kan geven dan met wat ik kan nemen voor mezelf. Selfishness is being more concerned with what I can get than with what I can give. En zelfzuchtigheid betekent dat ik meer bezig ben met wat ik kan nemen voor mezelf dan wat ik kan geven aan de ander. Now what about fear? Nou, hoe zit dat met angst? Fear is being more concerned with... Angst betekent dat ik me meer bezighoud met... What I might lose. Wat ik zou kunnen kwijtraken. Then it is with what I can give. Dan met wat ik zou kunnen geven. A person who is
fearful, is so gripped by fear that it keeps him from giving. It keeps him from loving God. It keeps him from loving neighbor. Iemand die angstig is, die is zo gegrepen door zijn angst dat het hem ervan weerhoudt om iets weg te geven, omdat hij bang is juist om dingen kwijt te raken. And so when you allow fear of your spouse's rejection. Dus als jij toestaat dat angst voor de afwijzing van je huwelijkspartner. To keep you from loving him or her. Ervoor zorgt dat jij hem of haar niet meer lief hebt. By not giving her that which is, or him, by not giving your spouse that which is biblically necessary for her to relate to you the right way. En dat je daardoor niet meer geeft aan je huwelijkspartner wat nodig is om vervolgens ook een goede relatie met elkaar te kunnen hebben. You're being selfish. Dan ben je zelfzuchtig. You're at that moment. Op dat moment. More concerned about how such a revelation may hurt you. Dan ben je meer bezig met hoe het jezelf openbaren aan je partner jou uiteindelijk kan beschadigen. Then you're concerned about how it may help your spouse. Dan met hoe dat openbaren van jezelf jouw partner zou kunnen helpen. And when you fail to love your spouse, your closest neighbor in this way. En als jij dus erin faalt om op zo'n manier jouw vrouw lief te hebben, op die manier. You simultaneously fail to love God. Dan faal je er tegelijkertijd ook in om God lief te hebben. And you break the first and second greatest commandments. En dan verbreek jij eigenlijk, dan ben je ongehoorzaam aan de eerste twee grootste geboden. All right, and then the third hindrance is pride. En de derde blokkade die verhindert dat we als huwelijkspartners onszelf aan elkaar openbaren is trots. And we talked about this last night, so I'm not going to belabor the point. I'm not going to say more about it today, other than one thing. En daar hebben we het gisteren over gehad, dus daar ga ik niet te veel over uitweiden nu, maar ik ga er wel één ding over zeggen. When Adam and Eve were in the garden, they were naked and unashamed. Toen Adam en Eva in de hof van Eden waren, toen waren ze naakt, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. This doesn't primarily mean that they didn't have any clothes on. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs alleen dat ze geen kleding aan hadden. It primarily speaks of the total openness and honesty and frankness that they enjoyed before sin came into the picture. Maar het spreekt in de eerste plaats juist over de complete eerlijkheid en openheid die ze voor elkaar hadden en na elkaar hadden voor de zondeval. We realize our sin. We beseffen onze zonde. Our pride kicks in. Onze trots komt er dan bij. And we don't want to disclose it to our spouse. En vervolgens willen we dat dan niet meer delen met onze huwelijkspartner. And when we do that, en als we dat gaan doen, we hinder the one flesh intimacy that God intends for us to have. Dan blokkeren we eigenlijk die één vlees intimiteit waarvan God wil dat we die hebben met elkaar in de huwelijksrelatie. Okay, we need to stop here. We'll come back and finish this after the break. Okay, we gaan dus hier stoppen en na de pauze gaan we verder. We lezen samen een schriftgedeelte uit Efeze 4. En we lezen vanaf vers 22 tot 32. Vers 22 till 32. Efeze 4, vanaf vers 22, daar staat: namelijk dat u, wat